Het is weer tijd voor een verse Gitaarmannen de podcast. Het is de eerste van 2023. Dus vanaf deze plek de beste wensen voor jou en al je gitaren. Hey, de nu volgende aflevering lag al een aantal maanden op de plank te branden van ongeduld. Maar vanwege mijn Clapton Tour kwam het er maar niet van. Dus mijn nederige excuses. Ik hoop dat je ze wilt accepteren. Voor 2023 is het de bedoeling dat ik elke maand één aflever. De afleveringen duren ongeveer 45 minuten. En de volledige aflevering, vaak een uur plus, kan je als gitaarvriend, groot of klein, beluisteren en bekijken. Dat kan al vanaf 2 euro per maand. Hiervoor krijg je ook de bonusaflevering, waarin we de favoriete gitaristen bespreken van de gast. Dit kan allemaal via petjeaf.com/edstruilaert. En als je daar dan abonneert, dan kan je dus de podcast laten ophalen in je favoriete podcast-app. Dus dan verandert er feitelijk helemaal niks in je luisterbeleving. Laten we doorgaan naar de gast van vandaag. Niels van der Steenhoven. Gitarist uit Rotterdam, speelt nu bij Philby. Heeft in het verleden gespeeld bij onder andere Focus en Treintje Oosterhuis. Heeft daarnaast al diverse solo-albums op zijn naam staan. En de kenner is het erover eens. Niels mag je scharen onder de beste gitaristen van Nederland. Dames en heren, gitaarvrienden, groot en klein. Mag uw aandacht, uw onverdeelde aandacht zelfs, voor Niels van der Steenhoven. Want wat was jouw droom? Nou, in de tijd dat ik op het conservatorium zat, was mijn droom toch wel een eigen soort van solo-carrière tussen aanhalingstekens. Maar dan toch wel met echt gitaarmuziek. Dus ja. Echt die instrumentale dingen. Dat vond ik toen helemaal te gek. Ja. Daar zat ik helemaal in de, zeg maar, de Joe Satriani, Steve Vai hoek. Ja. Dat was wel een beetje mijn straatje. Daar te komen, zeg ja. Maar. Ja. Maar je komt het conservatorium af. Je, op een gegeven moment, je duikt dus gewoon dat werkveld in. Ja. Hoe ging dat, die eerste stappen? Dat hele werkveld is natuurlijk ongeveer tegenovergestelde van wat toen mijn ambitie was. Ja. Want ja, dan moet je dus juist gewoon heel goed gaan begeleiden. En je sound voor elkaar hebben. En, ja. En gewoon netjes je partijtje spelen. En ik was heel erg gewend aan improviseren en technische dingen spelen. Dus dat was wel even een soort van leercurve. Maar ik weet wel dat Martijn van Acht, die belde mij. Dat was denk ik de eerste, zeg maar, ex-docent die mij toen belde voor een klus. Zo van, joh Niels, ik speel bij Edcilia Rombly, maar ik denk dat het eigenlijk meer wat voor jou is, zei hij. Oh, ja. Wil jij dat niet gaan doen? En toen zei ik van, nou, dat lijkt me wel wat. En hij speelde toen in Rotterdam in de Dizzy. Had hij een gig met haar. En hij zegt, kom anders even kijken. En dan kan je zien of het wat voor je is. Nou ja, te gek bandje natuurlijk. En zij zingt waanzinnig. En kennis gemaakt met Edcilia. Bij haar thuis langsgekomen. Ze had volgens mij toen al een relatie met Sjeerd, of ze hadden nog net geen relatie, maar ze werkte al wel heel veel samen. Want die plaat die zij toen had gemaakt, die heeft hij wel geproduceerd en liedjes voor gecomponeerd en zo. Dus ik was bij Sjeerd in zijn studio in Amsterdam en kennis gemaakt, een paar liedjes gespeeld. En Sjeerd, ik weet nog wel dat Sjeerd zei van, ja, je kan toch ook wel net die andere liggingen spelen dan die standaard barré-grepen, hè? Want ik zei, ja, dat denk ik dat wel lukt. Zit er net op. Ja. Dus toen moest ik die plaat uitzoeken. Dus, en volgens mij had Arnold van Dongen die tracks ingespeeld. Ik dacht de meeste dingen. Dus ik moest een beetje zijn partijen uitzoeken en zo. En toen had ik meteen mijn allereerste gig was bij Barend en van Dorp, volgens mij. Oh joh. Was meteen een tv-ding. Dus ik kwam daar aan en er kwamen al die muzikanten kwamen daar aan met geblindeerde wagens, weet je wel, met drumstellen en dingen eruit. En dat was heel intimiderend natuurlijk. Ik kwam nog met mijn geleende autootje van mijn vader, kwam ik daar aan, weet je wel, naar mijn eerste gigje. En daar opgebouwd en een soundcheck gedaan en dat liedje doorgespeeld. En toen na afloop kwam Tjeerd naar me toe. Hij zegt, ja, bij die solo, daar speelde je een paar dingen anders dan op de plaat, hè? Doe maar precies zoals op de plaat, weet je wel. Hij zegt, ja, want ik hoor alles, hoor. Dus ik was meteen zo op mijn plek gezet van, oké, dat is goed, dat doe ik, weet je wel. Ja. En toen, dat optreden ging prima op tv en iedereen blij. En daarna heb ik nog een hele tijd met haar gespeeld. Zelfs naar Curaçao geweest. Oh, te gek. Leuke tripjes gedaan. Ja. Ja, die was toen natuurlijk echt wel in de tijd van het Songfestival zal het geweest zijn, denk ik. Ja, misschien net iets daarna volgens mij wel. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik dacht het wel. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En toen ben je ook bij Treintje terechtgekomen, automatisch daardoor? Ja, ik weet nog dat ik in ik zat zeg maar op Curaçao en Charity was meegegaan om toetsen te spelen. En dus we zaten en hingen daar een beetje rond het zwembad, weet je wel. Mm. En toen zei Charity, van, doe je ook wel studiowerk? Ik zei, ja. Nooit van zijn levensdagen natuurlijk bij een fatsoenlijke producer een studioklus gedaan. Nee. Maar ik had wel veel ervaring thuis met zelf gewoon, ja. Dus op zich wist ik wel een beetje wat me te doen stond, zeg maar. Dus toen heeft hij me uitgenodigd om een paar dingen in te spelen. Ik heb een liedje voor Alan Clark ingespeeld voor zijn eerste soloplaat. Ja. En was dat die Nederlandstalige plaat? Ja. Heerlijk, de manier waarop je me kust. Precies. Heerlijk. Ja, ik ken bijna niemand. Maar van dat soort tracks staan erop inderdaad. En ik heb ook zo'n funky dingetje ingespeeld. De titel weet ik even niet meer, maar op zijn plaat. En daarna voor Gordon, volgens mij voor Replay. En een paar van dat soort dingen heb ik ingespeeld toen. Dus ik kwam ik af en toe bij Chit over de vloer. En ik belde
belde hem toen een keer voor een factuur. Van joh, moet ik een btw-tarief of ik weet niet zoiets. Ja. Want daar had ik ook geen ervaring mee. Wat moet je nou voor zo'n studioklus qua btw doen? Ik wist nog van niks. Ja. Dus zo groen als gras. En ik heb hem gebeld. En toen zei hij, oh wacht even, ik heb even iemand anders aan de lijn. En toen kreeg hij dus Treintje aan de lijn. En die zat er heel erg omhoog. Want haar gitarist, ik weet niet of dat toen Arnold, volgens mij was het Leende toen, die bij haar speelde. Die kon niet, en want die zat in Londen of zo. En ze had een probleem met een invalgitarist. En toen zei hij, joh, ik heb Treintje aan de andere kant van de lijn. Wil jij dat niet gewoon doen? Kun jij niet bij haar invallen? Dus oké, dat is goed, weet je wel. Prima. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik kreeg volgens mij 2 live sets toegestuurd, weet ik nog wel. Dat was toen nog allemaal op cd natuurlijk. Tuurlijk. 2 cd'tjes met de eerste en de tweede set van een theatershow. Ja. En met volgens mij was dat toen toch met Arnold op gitaar. Wat ik in ieder geval, waar ik die opnames van had. Dus ik een beetje Arnold's partijen uitgezocht. Oké, zo doet hij het. Dat is zo goed mogelijk uit mijn hoofd geleerd. Ja. En toen die eerste paar shows met haar gedaan. Toen waren ze heel blij. Zo van, ja, te gek. En klinkt goed. En alles uit je hoofd. En, en toen heb ik dat best wel een tijdje ook gedaan. Zo af en toe invallen daar. En dan rol je weer van het een in het andere ding. En ja. Op een gegeven moment wordt dat natuurlijk een soort circuitje van... van muzikanten met wie je werkt. Ja, ja, daar rol je vrij snel in. Ja. En qua sessiewerk, waar wil je nu nog naartoe? Heb je daar nog dromen en wensen in? Of wil je alsnog gewoon die keiharde solo carrière Steve Vai van die gitaartroon afstoten? Ja. Waar gaat het allemaal naartoe de komende jaren? Ja, ik denk wel steeds meer nog de verdieping. Van, ik heb natuurlijk al heel veel in de breedte gedaan. Allerlei stijlen gespeeld. Van soul tot, tot rock en jazz-achtige dingen. Fusion-achtige dingen en alles ertussenin. Maar nog iets meer zo in mijn eigen straatje dingen maken. Dus inderdaad misschien wel weer een nieuwe soloplaat. Ik heb in 2018 2 solo EP'tjes uitgebracht onder mijn eigen naam. Staan op Spotify. Ik zal ze even linken. Dan, nu zie je dat er boven in beeld verschijnen. Kan je lekker op klikken. Kun je ondertussen, terwijl we aan het lullen zijn, kan je dat op de achtergrond aanzetten. Dus en dat is een beetje eigenlijk, dat heet Guitar Vibes. En dat is een beetje toen ontstaan als een soort ode aan mijn helden, zeg maar. Ja. Dus ik heb me een beetje laten inspireren door de sound van, natuurlijk Satriani, Steve Lukather, Jeff Beck, Robin Ford vind ik te gek. Ja. Ja. Dus alles van een beetje meer rock naar blues en alles ertussenin, zeg maar. Ook wat progressive rock-achtige dingen, dus met rare maatsoort en dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn doel voor die 2 EP's. Om dat gewoon te doen. En nu zit ik te kijken van kan ik niet iets doen wat nog net iets meer gewoon echt mijn ding is. Zeg maar. Ja. Mijn eigen speelstijl en eigen sound, zeg maar. Te gek, dat ga je onderzoeken. En qua sessiewerk? Ik speel nu natuurlijk bij Phil B. Dat is een beetje mijn vaste dingetje geworden. En dat is natuurlijk heel erg dat blues soul ding. Dus dat is wat organischer. En ik speel ook af en toe slide gitaar. Is het gewoon allemaal wat meer in die ouderwetse oldschool sound, zeg maar. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. Maar aan de andere kant vind ik die moderne dingen ook te gek. En soms zie je van die moderne gitaristen voorbij komen. Laatst zag ik een jongen uit Polen. Jakub Sitecki heet die man. Nou, die speelt waanzinnig. Die heeft een soort hele eigen speelstijl. En ook best wel een gave producer. Met een hele rare soort beetje Coldplay-achtige dingen. Maar dan met hele rare riffjes erin. En gekke gitaarsounds en zo. Ja. En waanzinnig virtuoos. Dat vind ik dan wel heel interessant. Van waar kan je nog meer met zo'n gitaar naartoe? Of Tim Henson, ik weet niet of je dat wat zegt. Nee, van Polyphia volgens mij. Dat zijn dan van die gasten die dan weer de gitaar weer soort van op een hele nieuwe manier gebruiken of zo. En dat vind ik op zich ook wel heel interessant om dat wat verder weer te onderzoeken. Want dat hele blues ding en dat soul ding. Ja, op een gegeven moment dan ken je dat natuurlijk wel. Er valt heel weinig nieuws nog in te ontdekken. Tuurlijk kan je nog dieper en nog betere pockets. Hè? Dus timing en, beter krijgen. Sound en noem het allemaal maar. Liedjes. Ja. Zit daar nog voor jou een uitdaging? Songwriting? Ja, altijd. Ja, dat blijft altijd. Volgens mij raak je nooit uitgeleerd op je instrument en qua schrijven ook. En nu zoals je dat met Chris Hoordijk hebt gedaan, dat dus iemand gewoon een soort toplijn eigenlijk schrijft over jouw muziek heen. Ja. Smaakt dat ook naar meer dat je denkt, oh dat... Ja, ik heb dat ook wel in het verleden ook wel regelmatig gedaan, ook wel eens voor artiesten. Dus die samenwerkingen heb ik ook in het verleden wel eens gedaan.
Vind ik ook heel, heel leuk om te doen. Alleen ik merk soms wel dat je in samenwerkingsverband soms wat concessies moet doen. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd. Maar dat ik dat soms jammer vind. Ik vind het heel leuk om echt helemaal autonoom mijn eigen dingetje te doen. Ja. Ik weet vrij goed wat ik wil, zeg maar. En ik vind dat dan toch lastig om dan mijn kindje soort van weg te geven. En iemand anders gaat ermee aan de haal. En dan wordt het toch niet helemaal wat ik voor ogen had, zeg maar. Nee, dan heeft hij toch in één keer blauwe smink op. Terwijl jij toch eigenlijk die vlinder wilde. Ja, precies dat idee. Ja. Hey, we gaan door naar het volgende onderdeel. Ja. De favoriete gitaar van Niels van der Steenhoven. Je hebt een mooie gitaar meegenomen. Ja, ik zal hem er eens even bij pakken. Het is een Smitty Strat. Ja. En eigenlijk ben ik in, ik denk al bijna een jaar of 10, ik denk een jaar of 9 geleden ben ik benaderd door Erik Smit. Ja. Ik kwam eigenlijk bij hem terecht omdat ik op zoek was naar noiseless elementen voor in mijn strat. Ja. Want ik speelde heel veel op een haarstrat in die tijd, ook met Focus. En eigenlijk op dat moment merkte ik dat ik best wel veel last had van brom en zo in mijn storing, in mijn geluid. Yeah. Die single coils die gaan natuurlijk best wel snel, zeker met licht en met allerlei mobiele telefoons, netwerken en noem het maar, gaat dat storen. Dus ik zocht eigenlijk de beste noise cancelling pickups die ik kon vinden. En dat zijn, vond ik toen, de DiMarzio Area pickups. En dit zijn de Area 58's die hierin zitten. Niet te verwarren met de Area 51's natuurlijk. Nee, precies. En dat zijn eigenlijk replica's van 58 Strat pickups. Maar dan met een soort double stack. Dus er zit een soort coil onder deze coil. En die zorgt dat die soort van hum cancelling is. Ja, oh ja, dus dan zet hij hem uit fase. Ja, dus hij heeft wel gewoon echt die Strat sound. Misschien ietsje minder bright dan sommige andere Strat pickups. Maar ik moet zeggen, hij is clean, nog steeds bright genoeg. En hij is heel strak met overdrive en distortion. Oh. En sommige Strat pickups die gaan toch een beetje modderig klinken of een beetje te schel, te bright klinken op het moment dat je een overdrive pedaaltje intrapt en je schakelt naar je brug pickup met de toon vol open, dan is dat niet altijd lekker. En bij deze vind ik dat wel te gek. Dus hij heeft nog wel die twang van de Strat, maar hij klinkt net ietsje humbuckeriger, zeg maar. En daarmee vind ik hem iets allrounder, zeg maar. Ik ben benieuwd. Kan je eens wat laten horen? Zal ik een plekter uit mijn zak proberen te halen? Zal ik even hier ondertussen het microfoontje aanzetten? En tegelijkertijd, als je nu aan het kijken en aan het luisteren bent, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt van deze podcast. Laat een review achter. Dat kan je doen op een podcastplatform naar keuze. En bijvoorbeeld Apple Podcast. Dat helpt om de podcast beter vindbaar te laten zijn. Maar als jij denkt van ik wil deze podcast lekker voor mezelf houden, want ik wil niet dat iedereen er naar luistert. Dit is mijn podcast. Ja, dat... Nee, doe nou maar gewoon. Die review nog één keer. Reviewtje. Zo zie je hoe je hem achter kan laten. Dankjewel daarvoor. Wordt zeer gewaardeerd. Terug naar die Strat. Eens even kijken, Niels. Ja, hij is in beeld. Typische Strat sound, zeg maar, als je natuurlijk in de tussenstandjes zet. Ja. Deze heb ik ook al. Oh ja. Weet je, dat soort dingen. Dus die... Even voor de volledigheid, hij gaat nu rechtstreeks in het Blackstar ampje. En ik heb wel eens horen zeggen dat het best een aardig ampje is, hoor. Blackstar amps. Prima ding. Ja, prima hoor. Zeker weten. Zeker voor dat geld. Hè? Goed. Midden pick-up, dat is ook op zich wel een tof ding. Die heeft... Beetje dat wat lekker is als je met je vingers speelt. Hè, dan... Lightender, zeg maar, dan de tussenstandjes. Maar, maar toch nog steeds wel warm genoeg, zeg maar. Ja. En brug pick-up is dan echt wel wat meer dat... een beetje dat twangy
country-achtige ding. Wat ook een Telecaster. Ik heb Larry DiMarzio een mailtje gestuurd. Die man kan je gewoon. Die reageert gewoon zelf op zijn fanmail, zeg maar. Dat is wel te gek. Direct. En ik zei van, joh, ik zoek eigenlijk een beetje een brugpickup wat die Tele-sound heeft. Dus net iets heter dan een Strat. Maar het moet geen humbucker worden. Hij moet juist die twang hebben. Ja. En toen raadde hij me deze aan. Dit is volgens mij de Injector. Dat is ook het elementje wat Paul Gilbert in zijn gitaar heeft zitten. Dus hij heeft iets meer output dan een standaard Strat pickup. Maar hij heeft nog wel steeds die twang, zeg maar. Oh, dus dit is de DiMarzio. Wat zei je, welk type was het? Injector. Injector, ja. Oké. Okay. Zet ik even de show notes erbij. Ja, en die werkt te gek. Die is heel goed qua volume, vind ik, in balans met die andere pickups. Want ik vind heel vaak dat als je schakelt, zeg maar, tussen je elementen bij een Strat, dat de brug pickup altijd een beetje dunnetjes klinkt. Ja, dus altijd net dat je... Nou, ik zit toch altijd liever wat meer links van het midden, zeg maar. Ja. En bij deze blijft hij eigenlijk heel goed, vind ik, in balans. Ja. Zet even de microfoons van ons uit. Dan hebben we even geen fase. Ja, dus hij wordt natuurlijk steeds brighter naarmate je natuurlijk dichter bij de brug komt. Dat wel. Ja. Maar je merkt dat hij qua volume nog wel redelijk bij elkaar in de buurt blijft. Dus op het moment dat je een overdrive gebruikt of zo, dan valt dat volumeverschil eigenlijk zo goed als weg. En dan blijft hij gewoon best wel goed in balans. Fijn. En verder qua houtsoorten deze? Dit is gewoon een Elder Body. Hij was, toen ik hem 9 jaar geleden kreeg, want ik heb deze gehad van Smitty eigenlijk in ruil voor wat demo video's voor hem te maken. Toen was hij helemaal glimmend en onaangetast. Nog niet gerelict. Nog niet gerelict, maar hij is heel dun gelakt. Dus het is een hele dunne nitrocellulose. Dus ja, als je maar een beetje met je nagel eroverheen gaat, dan zit er eigenlijk al een kras op. Ja. Dus hij is door de jaren heen best wel... best wel toegetakeld. Dit is gewoon echt gebeurd. Echte playwear, zeker. Dit is echt playwear. Oh, te gek. Ja. Dat is wel mooi. Zou hij dat bewust op die manier gedaan hebben? Ja, het is inderdaad een bewuste keuze om hem toch. Ik heb het idee altijd zelf dat de gitaar net iets meer kan ademen als het ware als die wat dunnere laklaag heeft. En als je een hele dikke laklaag erop hebt, dan. Ja, ik heb zo'n American Standard heb ik ook nog liggen hier. En daar zit echt een hele dikke laklaag op. Ik vind het toch niet zo fijn inderdaad. Nee. Nee. Dat merk je. Ja, je hebt toch het gevoel alsof het een soort dat, hè? Ja. Ja. En verder zijn er nog bepaalde ik heb hem karakteristieken. Denk ik een paar maanden geleden laten refretten door Erik Smit. Dus er zitten nu stainless steel frets op. Dus die gaan, als het goed is, een leven lang een mee. Leven lang die mee, zouden niet mogen slijten. En die andere van mij, die waren op een gegeven moment na 9 jaar echt versleten. Die heb ik wel eens een keer laten vlakken. Maar op een gegeven moment... Dan valt er niks meer te vlakken natuurlijk. Op, zeg maar. Dus en voor de rest, special tuners, dat vind ik zelf altijd heel fijn van die die je draaien vast. Tuners. Ik zal dat eventjes laten zien. Die draai je je steekt hem erin en je draait hem vast. Ja. Ja, vind ik zelf ook heel prettig. Ideale dingen. Met snaren vervangen is dat echt een uitkomst. Ik heb dat bij mijn Telecaster, heb ik die er ook op zitten. Ja, en dan het enige bijzondere zijn dan eigenlijk die noise cancelling pickups. Want die zijn, voor de rest is het eigenlijk redelijk een standaard Strat. Gewoon met een maple neck en rosewood toets. Ja. Dus daar zit niet zo heel veel bijzonders aan. Nee. En wat voor snaren heb je erop liggen? Dit zijn Daddario's. Ik speel eigenlijk elektrisch altijd op Daddario 010. Ja. En eigenlijk al jaren, omdat ik ben heel erg gewend aan die tension. Dus ik vind die Ernie Balls altijd net iets te slap, zeg maar. Die 010 set is volgens mij, ik dacht dat de G-snaar of zo ietsje dunner is dan bij de Daddario's. Dat weet ik niet zeker, maar ik dacht dat het net een andere spanning heeft, zeg maar, op die middelste snaren. Dus hier ben ik heel erg aan gewend. En ik heb ook wel eens Elixir snaren geprobeerd, maar die vind ik voor elektrisch dan weer niet zo... Nee. Fijn op een of andere manier. Nee, ja, ik ben er zelf ook niet zo van de elektrische snaren. Nee. Ik heb ze wel eens, als ik ze heb, dan heb ik ze op akoestisch. Ja, ik ook. Ik weet precies. Van, oké, langer toertje, gooi even elektrisches erop en dan kunnen we even door. Ja. Zonder dat ik me heel erg druk over hoef te maken van, oh shit, ik moet nu weer twee gitaren gaan herstringen. Ja. Ja. Ja, tof. Dus geen 011, heb je nooit daarmee geëxperimenteerd? Met ik speelde een tijdje bij Michiel Huisman in de band. Inmiddels woont de beste man in Amerika. Ja. En heeft hij een niet onverdienstelijke carrière als acteur. Ja. Maar hij is ook best wel een goede zanger, songwriter, gitarist. Ja, had een eentje nog, geloof ik. Ja,
Hij heeft een aantal hitjes gehad. En in die tijd speelde ik, het was ook net na mijn conservatoriumtijd, speelde ik bij hem in de band. En hij speelde alles in S gestemd. Oh. Dus toen heb ik ook had dat 011 op mijn gitaar gezet. Ja. En alles een halve, ja, natuurlijk een halve toon lager gestemd. Dus ja, dan is die tension net even iets fijner. Maar eigenlijk voor gitaren in de standaard tuning, nee, gebruik ik altijd 010 eigenlijk. Ja, ja. Standaard. Ja. De standaard setup. Ja, het is maar net waar je aan gewend bent, hè. Ja, ja. Mensen zijn, ja. Nou ja, goed, ik ben toen op een gegeven moment 011 gaan spelen, omdat ik dacht dat ik daardoor echt, weet je wel, dikkere tonen zo kreeg. En dat al die bluesgasten allemaal super zwaar speelden. Ja. We kennen de verhalen natuurlijk, maar toen op een gegeven moment dat ik dat verhaal hoorde van Billy Gibbons van ZZ Top, dat ja, B.B. King tegen hem zei van, wat? Speel je op zulke dikke snaren? Doe normaal, man. Ja. Hoe dunner, hoe beter. Ja. En dat, ja. Ja. Voor de sound maakt het volgens mij heel weinig verschil. Ja. Het is echt meer van hoe vind jij, ja, wil je een beetje moeten werken voor je sound. Sommige mensen vinden dat fijn. En andere mensen willen het liefst dat ding zo licht mogelijk speelt. Ja. En ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik het lekker vind om een beetje tegengas te krijgen. Zeg maar. Dus de snaren mogen best wel wat dikker zijn. En de action mag ook best wel wat hoger zijn. Ik hou er wel van dat een gitaar niet aanloopt. Zeg maar. Nee. Dat hij niet, die fretbus, zeg maar, vind ik altijd heel irritant. Ja, dat is irritant. Ja. Dus hij mag gewoon best wel wat. Wat hogere action hebben, zeg maar. We gaan door naar de Gear Talk. Oh jee. Ja, man. Want, ja, het is leuk, gitaren, maar hè, de gear eromheen en gewoon hoe we er allemaal een beetje ons aan kunnen verlekkeren online, dat is natuurlijk ook wel wat waard. Zeker. En ik had een paar weken geleden had ik een oproepje gedaan aan jou thuis. Van, joh, heb jij gear? Wil je dat laten zien? Dan is dit het moment. Dan kan dat gewoon. Dan gaan we dat bespreken hier in de podcast. En dat kan van alles zijn. Dat kan een pedalboard zijn. Dat kan een gitaar zijn waar je helemaal gek van bent. Of misschien heb je zelf iets gemaakt. Of, nou, gewoon iets waar je trots op bent, gear technischerwijs. En we gaan nu iets behandelen van J.W. Donkers. Die heeft er eigenlijk verder geen verhaal bij gestuurd. Maar gewoon een foto van zijn pedalboard. We gaan eens even kijken. Hier, kijk, daar zou je hem hebben, hoor. Ziet er mooi uit. Wat zien we hier allemaal, Niels? Ja, we zien een paar, eens kijken, zo te zien, een overdrive. Ik denk dat dit, een compressortje. Ja. Riverside is volgens mij ook een overdrive, als ik het goed heb. Ja, dat is ook een drive inderdaad. Nou ja, de Red is natuurlijk de bekende distortion box, die door heel veel bekende gasten gebruikt is. Ik heb er zelf nooit echt een heel tof geluid uit kunnen halen op een of andere manier. Maar sommige mensen zweren daarbij. Ja, ik wel. Alleen dat was echt lang geleden. Wacht, als ik nu zo doe, dan staat hij nu hier nog wel beschermd. Dat was in de tijd dat ik op Marshall speelde. Mm-hmm. JCM 2000 had ik. En ik kreeg echt wel een goed geluid uit. Maar dan echt als soort van solo over de top. Ja, ja, ja. Ik wil richting Hendrix dat. Ja. En dan had ik dus daarvoor een soort, ik weet niet of je die kent van T-Rex, die Alberta. Dat is een soort van Tube Screamer-achtig ding. Die eerst gewoon klein randje en dan die red overheen en dan werd het echt bijna fuzz, weet je wel. En dat daarvoor werkt het. Maar ik heb er nu ook nog eentje, want ik heb die eerste die ik had, heb ik ooit kapot getrapt. Ik denk, nou, koop ik een nieuwe. Ik had natuurlijk ook kunnen laten maken, dacht ik achteraf. Maar hey. En sindsdien krijg ik, nee. Ik gebruik dan vaak live deze vriend, die Michael Landau. Mooi ding. Ja, dat is een heel mooi ding. Maar nee, dan werkt het niet meer voor me op de een of andere manier. Dus dat heb je soms met pedaaltjes. Maf is dat, hè? Ja, is heel gek. Ik heb ook wel eens echt letterlijk dezelfde pedalen gekocht. En dat ze toch allebei totaal anders klinken. Ja. Want ik ben wel fan van die, het MI Audio heet dat. Volgens mij komt dat uit Australië, als ik het goed heb. En dat is de Blues Pro. Dat is eigenlijk een blauw kastje, zeg maar. En dat is een beetje ook een Tube Screamer met net iets meer gain. Net iets meer bas, zeg maar. Dus net iets minder die bass cut wat sommige Tube Screamers, zeg maar, doen. En die klinkt te gek. Ook voor zeg maar, wel een lekkere lead sound, zeg maar. Mm-hmm. Ik hou nooit zo van heel erg veel gain. Ik hou niet zo echt van distortion pedalen, maar meer van overdrive. De overdrive, ja. En als ik echt veel gain nodig heb, dan stapel ik zeg maar twee overdrives op elkaar. Van dat pedaal heb ik er op een gegeven moment twee of drie gekocht. Klinken alle drie anders. Het is zo maf. Ja, dat is gek. Ja. Ja, je moet er een beetje geluk mee hebben. Ja, je ziet het vaker inderdaad. Even kijken, dan zie ik die Iridium, hè. Ja. En heb je daar wel eens mee gespeeld? Zeker, ja. Ik heb hem een tijdje ook als backup meegenomen. En ik heb er wel eens een paar keer mee opgenomen ook.
heel handig ding. Ik denk dat het vooral een handig ding is voor mensen die toch een beetje in die modelingwereld willen zitten. Hè? Dus gewoon een M-simulatietje nodig hebben zonder dat ze in allerlei minuutjes willen duiken en allerlei parameters willen tweaken. Ja, en klopt. Dat soort gedoe. Het is een heel soort plug-and-play-achtig apparaat. En volgens mij 3 amps erin, een Fender, een Vox en een Marshall. Klopt, ja. En 3 cabs ook nog. Ja. Ja, ik vind hem zelf ook erg fijn. Ik heb hem op mijn op het bordje zitten wat ik gebruik ook voor livestreams en dat soort dingen. Ja. Daar heeft hij me wel echt gered. Ja. Anders had ik toch weer die camper eruit moeten schroeven of inderdaad een SM57 ervoor moeten zetten. En dat, het is toch wel lekker ook als je in het theater bent. Absoluut. Dat je ook niet van alles hoeft mee te slepen. We worden ook allemaal steeds ouder natuurlijk. Steeds luier. Dat is het, hè. Je gaat steeds toch naar lichter spul. Maar ook omdat het steeds minder hard mag. Ja. Want je merkt dat gewoon van, zeker sinds de campers een intrede heeft gedaan, dat geluidstechnici, die verwachten een bepaald stage volume. Ja. Ja, wat niet meer is als 20 jaar geleden, zeg maar. Van, ik speelde in Focus en dat ging zo gigantisch hard. Ja. Die gasten waren natuurlijk van die oude rockers, dus die waren al een beetje doof. Ja. En ik kwam er als jong knulletje bij te spelen. Ja. Ik weet nog wel, we hadden een show in de 013 in Tilburg, een grote zaal. Een progrock festival. En wij speelden die show daar. En daar hebben ze van die sidefills, weet je wel. Dus flink alles op die sidefills staan. En monitors aan. En alles stond te loeien, zeg maar. En Leslie met die Hammond, vol open. En ik had een 4x12 Bokner kast met een Bokner top erop, zo'n Shiva. Ja. Ook flink open gedraaid. En na afloop, we lopen het podium af. En die monitor tech, die komt naar ons toe. Die daar vast werkt in de 013. En die heeft echt alle, van Korn tot Pantera, daar voorbij zien komen, weet je wel. En die zei van, jullie zijn de hardste band die ik hier ooit gehad heb. Oké, dus dat was echt gewoon, dat was niet te doen eigenlijk. En als je dan dit soort, en ja, natuurlijk sinds die camper er is eigenlijk, merk je dat overal die podiumvolumes gaan naar beneden. Dus als je met een versterker komt, dan moet het altijd zacht. En het altijd moet altijd ergens in een hoekje. En dit ding is ook bijna niet bruikbaar. Nee, dus want die gaat natuurlijk ook al vrij snel hard. Ja, dit is 100 watt geloof ik. En die moet gewoon hard. Ja. Ja, dan moet ik zo'n attenuator ertussen gaan zetten. Een loadbox of iets, ja. Ja, maar dat vind ik toch ook weer, denk ik van, of die oxbox of weet ik het wat. Ja. Maar dan denk ik, er zijn wel tools voor, alleen dan ga je alleen maar weer meer meeslepen. Precies. Hè? Dan heb je en die amp en die aux. Ja, ik heb daar ook naar gekeken, maar ik vind dat toch te veel gedoe. Ik vind dat te veel gedoe, en ik vind dan eigenlijk, als het echt zacht moet en het moet op in-ears, dan vind ik eigenlijk zo'n modeler een veel betere optie. Ja. En er zijn tegenwoordig echt een paar hele goede gewoon. Ja. Al zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen, als het qua modeling, dan zijn er toch nulletjes en eentjes. En je zit qua dynamiek, zit je op een gegeven moment tegen een threshold aan. Je kan niet harder, terwijl als je die amp, dan kan je toch nog een soort van... Ja, klopt. In een amp zit een bepaald soort sack, hè, zoals ze dat geloof ik noemen. Van als je hard in je snaren gaat, dat die wat meegeeft. Zeg maar. Ja. Die buizen die gaan reageren en die speaker gaat natuurlijk reageren. Dus er zit een soort interactie tussen die eindtrap en die speaker. En wat je natuurlijk bij een modeler, proberen ze dat natuurlijk een digitaal te reproduceren. Ja. Maar het blijft nulletjes en eentjes. Er zit een grens. Er zit een grens, klopt. Op een gegeven moment is het 127 en dan kan die niet meer. Ja. Maar ik moet zeggen dat het toch wel... Ja, ik kan er toch steeds nog wel een heel werkbaar geluid uithalen, hoor. En dan denk ik van, als je een versterker zacht zet, dan heb je ook niet die sack die je normaal hebt. Als je die versterker lekker open kan draaien en je kan dan met je volumeknop bijvoorbeeld werken. Ja. En dan draai je hem iets terug en dan wordt die cleaner zonder dat hij echt zachter wordt. Dus dan kan je heel mooi tussen allerlei verschillende gradaties van gain kun je meespelen. Maar als je versterker zachter staat, dan heb je dat eigenlijk niet. Als je dan je volume dichtdraait, dan is je toon ook meteen weg, zeg maar. Klopt. Klinkt het dun, klinkt het iel. Ja. Dus en heel veel versterkers komen ook pas echt los, zeg maar. Gaan pas in het laag mooi klinken en in het mid mooi klinken als ze gewoon wat harder staan. Ja. Want die speaker moet natuurlijk ook wat kiezen krijgen. Ja, precies. Maar. Ja, die hele kast is ook gebouwd op een bepaalde manier. Ja, de resonantie van die kast. Ja. En dus het blijft natuurlijk, zeker in deze tijd vind ik het een lastig ding. Ik neem nog steeds wel versterkers mee, hoor. En bij Phil bijvoorbeeld, Phil Bean spelen we natuurlijk ook met amps. Want dat is gewoon een soul blues bandje. Daar neem je geen camper mee, zeg maar. Nee, dat doe je niet inderdaad. Nee, maar bij de meeste popdingen waar je gewoon met in-ear speelt. En het liefst ook stereo, want dat vind ik op in-ears gewoon altijd heel fijn. Ja. Dan vind ik zo'n modeler eigenlijk ideaal. Ja, en ben jij dan van de camper of ben jij van iets anders? Ik heb een Exafix waar ik veel mee werk. En een Helix heb ik ook, maar dan die stomp. Zeg maar. Dus ik heb een pedalboard met die Helix erop. Die gebruik ik ook wel eens gewoon stereo in de tafel. Ja. Maar ik heb ook een Exafix, die gebruik ik thuis vaak voor opnames. En heel af en toe neem ik die ook mee. Ja, precies. Top.
JW, JW Donkers, als je aan het kijken bent. Dankjewel voor jouw inzending. We gaan eventjes door naar het onderdeeltje YouTube-kanalen. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Want dat zijn toch een beetje de inspiratiebronnen van deze tijd. Zeker. Wat zijn gasten die jij in de gaten houdt? Vrouwen natuurlijk. Hè? Ja, het blijft natuurlijk, gitaarwereldje blijft wel heel erg een mannenwereldje. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Maar een paar goeie. Ja. Ja. Ja, Greg Koch, ik weet niet of je die kent. Dat is zo'n Amerikaans... hij is echt zo'n beetje zo'n demonstrateur. Maar hij heeft jarenlang voor Fender gewerkt. En hij doet voor Sweetwater, zo'n Amerikaanse muziekketen. Doet hij veel demo's van de wat duurdere custom shop gitaren en zo. Maar Greg Koch, dat is een waanzinnige gitarist. Die kan alles spelen, die man. En die heeft een hele goede podcast. Gristle King heet dat volgens mij. Gristle King. Ja, ik dacht iets met Gristle. Chewing the Gristle. Ja, zijn Gristle King, dat is zijn pedaal. Hij heeft ook een eigen pedaal. Maar Chewing the Gristle is zijn ding. En die podcast luister ik wel, maar hij heeft ook een YouTube kanaal waar hij veel op post. Rick Beato, ik weet niet of dat die wat ken zegt. Ik zeker, ja. Ja, dat is natuurlijk zo'n allround gast. Dat is een producer en hij is ook, hij weet alles van muziektheorie en het is een soort muziekgeschiedenis bibliotheek, zeg maar. En hij speelt ook nog eens gitaar en dus het is een heel interessant. Een luisterend oor voor menige andere gitaristen. Hele goede interviews met de bekende gitaarhelden, zeg maar. Ja. Als klein gitaarmannetje ben ik daar wel jaloers op als ik dan zie dat hij even Sting heeft, weet je wel, of Tommy Emmanuel, Matteo Sassato die laatst zat. En dat dan blijkt dat die Matteo Sassato, die zat helemaal doorheen. Ja, een gigantische burn-out gehad. Heftige periode gehad, die man. Ja. En dat dus eigenlijk Rick Beato hem, als het ware, daar doorheen heeft gesleept. Dat is zijn Instagram-account op een gegeven moment. Ja. Gewoon gezegd, ik wil niet meer. Toen heeft hij Rick Beato heeft hem via YouTube een bericht gestuurd van, hey man, bel me. Toen hebben ze uren aan de telefoon gezeten en hij vertelde dus in het interview van, dat heeft me er echt eigenlijk doorheen gesleept. Ja. Dus die Rick Beato neemt wel een flinke plaats in hier zo in de gitaarwereld. Ja. Ja, zeker wel. En, Paul David is natuurlijk ook, hè? Dat is ook zo'n. Ken je Paul ook? Of niet? Zeker, ja. Dat is natuurlijk ook een beetje dezelfde generatie. Misschien heb je ook bij elkaar op conservatorium gezeten of dat niet? Dat niet. Ik heb hem tenminste, hij heeft inderdaad ook op Kodak gezeten, maar volgens mij kwam hij een paar jaar na mij, zeg maar. Maar ik heb hem wel een of twee keer ontmoet. Volgens mij zaten we een tijdje op dezelfde muziekschool, gaven we les, maar dan zaten we net op andere dagen. Dus ik heb hem een of twee keer gesproken, volgens mij. Ik vind het wel bizar hoe hij dus ook internationaal, echt een mega speler is op dat gebied. Ja. Weet je wel, als je ook ziet dat die Rick Beato en zo, die volgen hem ook allemaal, denk ik. Bizar inderdaad, of zo'n Red Shoal. Ja. Of je hebt natuurlijk een aantal van die jongens die een goed lopend kanaal hebben. En je moet er maar net instappen op het juiste moment, denk ik ook. En misschien net content, een goede formule hebben, inderdaad, die net afwijkt van wat iedereen al doet. Liggen daar voor jou ook nog dromen om zoiets te gaan doen? Ik heb er wel eens over gedacht van, joh, moet ik niet een soort inderdaad een soort leskanaal maken waar ik af en toe gewoon wat content op plaats van, joh, check dit eens uit of probeer dat eens. En dan inderdaad als een soort visitekaartje ook voor mijn eigen lespraktijk, want ik heb een eigen soort van muziekschooltje in mijn home studiootje. En eigenlijk reclameer ik daar niet voor. Dat zijn mensen die contacten mij van, joh, geef je les en kan ik een keer bij je langskomen. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Het zijn allemaal hele gemotiveerde leerlingen, zeg maar, die echt weten wat ze willen leren. Dus die komen ook echt gericht met vragen en zo. Ja. En op die manier vind ik het heel leuk om iemand les te geven. Dan is het ook meer coachen en meer aanwijzingen geven dan dat je echt van, nou, hier moet je je vingertje op de F zetten, zeg maar. Die fase heb ik al gehad. E-akkoord. Precies. Dat vind ik niet meer zo inspirerend, zeg maar, om te doen. Dus dat is heel leuk. Dus ik zat ook wel eens te denken van, hoe kan ik dat breder trekken inderdaad en dat ook misschien digitaal aan gaan bieden of dat nou een online lespakket zou kunnen worden of dat je inderdaad via YouTube lessen aanbiedt. Je ziet natuurlijk ook wel eens mensen gebruik maken van een aantal, ik weet even niet precies hoe dat heet. Volgens mij doet Paul Davids dat je achter YouTube nog een soort van content plaatst waar je dan lid van moet worden en op die manier kun je bijvoorbeeld Patreon of dat Patreon soort dingen. Precies. Ja, daar zocht ik naar. Ja. Inderdaad, dat soort dingen, dat kan natuurlijk ook. Ja. 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 Als je daarmee gaat beginnen, dan moet je natuurlijk echt een plan hebben. Ja. Je moet gaan bedenken wat je content wordt. En dan moet je nog eens heel gericht, wekelijks of wat dan ook, gaan posten. En dat zijn nou net precies de dingen waarbij het bij mij dan soms lastig is. Want ik heb dan periodes dat ik 5 keer in de week optreed. En dan weer periodes dat ik een maand eventjes thuis ben. Dus precies. Het is allemaal lastig om dat, om dat in te plannen. Dus dat blijft nog even bij dromen. Ja, ik denk het wel. Hey, qua Plectra
Zijn daar dingen die je veranderd hebt in de afgelopen jaren? Of ben jij heel trouw aan het plectrum? Toch wel wat dingen veranderd. Ik ben iets dunner gaan spelen. Oh. Dus ik had eigenlijk altijd die paarsige of die rozige dingen. En ik ben op een gegeven moment naar die blauwige gegaan van Dunlop. Inderdaad. Dat is 1.14 geloof ik. Kijk hoor. Doe hem even zo, let op. Pakt hij dit? Nee. Blijft mooi op mij focussen, nou, dat is wel tof. Ja, Kijk eens even. Een stukje scherpte dieptebeleving, hè, als je nu op YouTube kijkt. En hoppakee, en weer scherp. Ja. Nu zijn het eigenlijk deze twee jongens. Dus dit is volgens mij 0.73 of zo, dacht ik. Het is er allemaal afgesleten, kan je nagaan. Maar ik hou er nooit zo van als die punt heel scherp is. Dus ik hou eigenlijk wel van een beetje ingespeelde plek erin. Oh, ja. Vind ik vaak net iets lekkerder klinken of zo. Die hele felle dingen, dat gaat altijd zo... Klinkt naar mijn idee altijd een beetje te attackerig of zo. En wanneer kies je voor de blauwe, wanneer kies je voor de groene? Die blauwe is eigenlijk meer als ik een net iets steviger geluid wil. En die groene is eigenlijk, vind ik die net iets brighter. Dus eigenlijk hoe dunner je plectrum wordt, hoe brighter het geluid wordt. En eigenlijk die groene, die wordt heel veel gebruikt, ook door solisten. Dus ik weet volgens mij, Steve Vai die gebruikt ze. Dus alle bekende, scheurhelden, zeg maar, die spelen vaak met die groene. Ja, is die groene nou dunner dan de gele? Nee, volgens mij is die gele nog iets dunner, dacht ik. Dit is 73. Oh, dat is 73. Dan zijn ze waarschijnlijk 88, denk ik dan toch. Dan is die inderdaad toch net iets dikker, die groene. Ja, die paars is 1.14. Ja, dan zit die er inderdaad net tussen. We gaan het even hebben over tips, tricks en wat er verder allemaal nog meer te tafel komt. Wat doe jij om fit te blijven op de gitaar? Dus hoe zorg je dat je blessures voorkomt? Of hoe zorg je ervoor dat je inspeelt? Dat soort zaken. Ja, het maffe is een beetje dat ik eigenlijk... Ik heb nog nooit een blessure gehad met gitaarspelen. En ik ben ook best wel redelijk fanatieke sporter en hardloper en zo. En ik heb met hardlopen dus in al die jaren ook... En ik loop al meer dan 20 jaar hard, nooit een blessure gehad. Dus er zit iets in mijn fysieke gestel dat ik niet snel last krijg van gewrichten of spieren of zenuwen of wat dan ook. Dus daar heb ik gewoon mazzel bij. Ik denk dat puur voor mijn fysiek... ding is dat het me toevallig makkelijk afgaat en dat het me niet veel kracht kost. Heb je daardoor ook weinig moeite om warm te worden, zeg maar, op de gitaar? Ik kan eigenlijk meteen als ik mijn gitaar pak wel gewoon spelen. En ik hoef niet echt warm te spelen. Maar ik merk wel als ik echt een tijdje niet speel, dus als stel dat ik een week op vakantie ga, of twee weken op vakantie, pak mijn gitaar terug, dan moet ik wel even een half uurtje of zo inspelen met de bekende toonladder figuurtjes en dat soort dingen. En dan ben ik er wel weer of zo. En dan voel je wel van, oké, ik ben er weer. Ja. Lekker. Ja. Hey, ben jij bezig bijvoorbeeld ook met hoe vochtig het is in de ruimte? Ja, ik probeer er wel een beetje rekening mee te houden inderdaad. Dus ik heb het wel eens gehad dat het te droog was in mijn ruimte. En dan krijg je toch op een gegeven moment met je gitaren last van... of moet je de hals gaan bijstellen. Ja. Of het fretboard wordt natuurlijk heel droog. Dus je moet op een gegeven moment dan weer daar onderhoud aan gaan doen. Dus ik probeer dat wel een beetje... Hoe hou je dat in de gaten? Heb jij een soort metertje? Of, Ik heb een metertje inderdaad. Ik heb van die bakjes water, zeg maar, aan mijn radiatoren. Ja. En ik zit dan op zolder en daarnaast zit een washok. Dus als de wasmachine aanstaat, dan gooi ik wel eens lekker die deur open, dat het een beetje die vocht in die ruimte komt en zo. Ramen af en toe open om te luchten. Precies. Dus zo probeer ik het een beetje wel bij te houden inderdaad. Maar heb jij een mooie anekdote, iets wat gewoon mis is gegaan? Gewoon een blunder, gewoon een gitaarblunder of iets? Ja, nou, meestal is het wel echt door omstandigheden inderdaad. Dus ik heb één keer gehad, weet ik nog wel, dat was natuurlijk een belangrijk moment. Dat was mijn allereerste optreden met Focus. Dus die gasten hadden mij op een gegeven moment gevraagd van... joh, wil je dan twee optredens mee op proef? Ja. Nou ja, oké, dat is goed. En de eerste optreden was een Classic Rock Festival in Noorwegen. Dus we gingen met het vliegtuig en speelden daar met 10cc, Procol Harum, allerlei bekende classic rock bands. Ja. Dus het zat best wel, het was spannend, zeg maar. En kwamen daar aan en ik had mijn eigen versterker, want ik was een beetje een control freak. Zeker in die dagen, tegenwoordig interesseert mij niet meer heel veel waar ik op speel. Maar toen was ik wel best wel van, ik moet mijn eigen versterker, mijn eigen pedalen, eigen gitaar, alles moet mee. Dus ik had een Bogner versterker toen nog, een Shiva, in een grote flight case, in het ruim van het vliegtuig mee, naar Noorwegen. Dus wij daar met die hele grote, zware flight case, kwamen we bij die venue aan. En soundcheck gedaan, en dat klonk allemaal prima. En op een gegeven moment 's avonds de show, eerste of tweede nummer. En ik zat in een hele ingewikkelde solo en ik moest natuurlijk alles uit mijn hoofd spelen. En in één keer, geluid weg. Nee. Shit, nee, wat is dit? Dus ik kijk achter me, lampje brandde niet meer, weet je wel. Dus was de zekering was eruit geklapt. Ja.
En nou ja, gelukkig was het op een festival. Dus er stonden nog 10 Marshalls, geloof ik, achter het podium van zo'n rental company. Die hadden gewoon allemaal van die Marshall JCM dingen staan. Ja. Dus ik gauw mijn Pokner eraf, Marshall erop en gewoon doorgespeeld. En achteraf hoorde ik nog van die jongens, ja, te gek dat je niet uit je concentratie ging daarvan en zo. Ja. En dat was wel een van de moeilijkste momenten, denk ik. Want dan moet je weer toch weer herpakken. Ja. En want Jezus, ja, dat man, was pittig. Man, ja, dat begrijp pittig. Ik heel goed. Ik heb best nog wel wat meer van dat soort bloopers, hoor. Ik kan me ook nog herinneren één keer dat we bij Paul Witteman speelden met Focus. Oh, en ja. En het nummer moesten in. Het begint meteen. We hadden een sport van gemaakt bij Focus om meteen een nummer in te zetten zonder aftikken. Dus meteen, dan moest je meteen in de groove. Ja. Ja, maar wat was er nou aan de hand? Ik had mijn tunerpedaal aan laten staan. Dus hij begint, dus die drummer die wil aftikken. En ik speel en ik denk, wat gebeurt er? Dus het kost me echt een split second om gauw te ontdekken van dat is die tuner. Dus hoorde ik nog. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook gênant. Ja, ja, ja. En ja, dat soort situaties maak je mee. Ik heb één keer moesten we in de Ahoy spelen. Dat heette toen de Pepsi Charge, volgens mij, met Jim. Jim Bakker. Oh, ja. Die had toen net, die had volgens mij net Idols gewonnen. En die had een, of was die tweede? Dat weet ik niet. Tweede, hij was tweede. Nee, Jamai had gewonnen. Ja. Hij was, precies. Hij was tweede en hij speelde daar op die Pepsi Charge. En ik was gevraagd als tweede gitarist volgens mij in dat bandje. Ik geloof dat er nog een gitarist in zat. In ieder geval, wij speelden daar, maar er waren allerlei acts. En ze hadden steeds van die changeovers. Dus we hadden een soundcheck gehad. En dan ging er zo'n riser er weer van het podium af. En dan kwam de andere riser van de volgende band er weer op. En die monitorgroepen, die moesten dan verschoven. Dat was allemaal nog pre-in-ear, volgens mij. Dat was allemaal nog een beetje met monitors en zo. Dus dat was best wel een complex ding, zeg maar. En op een gegeven moment, wij de hele dag hangen. Je weet wel eens hoe dat soms gaat met die dingen. Ja. Om 9 uur 's morgens soundchecken in een leeg Ahoy. En dan wachten. En dan pas om 5 uur 's middags moeten spelen of zo. En wij komen daar om 5 uur het podium op. En dat liedje, dat begon met een sequence. Maar wat was er nou gebeurd? Die laptop, die hing met een ladertje aan de stroom. Maar ze hadden die riser, hadden ze gewoon de stekker van waarschijnlijk eruit gehaald. Riser weggereden. Oh. En dat, dus de stroom van die laptop, die was gewoon leeggelopen gedurende de dag. Ja. Dus op het moment dat hij die sequence aan wil zetten, zat er nog, laten we zeggen, 1% batterij in. En floep, weg was die. Maar dus op een gegeven moment, ja, wie gaat dat liedje inzetten? Dus ik op een gegeven moment maar op mijn gitaar dat liedje in gaan zetten. En iedereen kwam erbij en uiteindelijk hebben we dat liedje gewoon zonder sequence gedaan. Maar ja, dat werd uitgezonden op televisie. Het is nog een keer in een herhaling uitgezonden. Oh, dan ga je wel slecht. Ja, als je het niet weet, dan valt het misschien nog niet eens zo op. Maar op dat moment dan denk je, wat gebeurt er? Ja, en, natuurlijk ik heb zoiets gehad bij de Wereld Draait Door toen met mijn tweede album. Toen kwam ik daar mijn singeltje doen. Heart of Stone heette dat nummer. En ik had ook allemaal dingen met Ableton meelopen. Ik was er helemaal ingedoken. En mijn drummer moest het allemaal instarten en toestanden. En dat zou beginnen wel met wat dingen uit Ableton. Maar het voornaamste was het gitaartokkeltje op de akoestische gitaar. Dus je staat er natuurlijk ook de hele tijd te wachten. En dan ben je aan de beurt. Vlak van de volgende even snel tunen. Ben ik in tune? Ja, oké. Okay. Nou, zeg Ed Struilaert. Dus ik begin te spelen met tuner nog aan. Ah, weet je wel? Ja. Toen heb ik hem gewoon bewust uitgelaten. Het eerste gedeelte, zeg maar, van voordat ik naar de chorus ging. Ja. Pas daar heb ik hem weer aangedaan. En toen kreeg ik na afloop van mijn publisher, te gek man, heel ander arrangement, geweldig. ik ging kapot. Ik ging echt dood, man. Weet je. Ja. Dat was echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Dat soort dingen. Ja joh, je maakt wat mee. Ramp. Je maakt wat mee. Ja. Tijd voor de dilemma's. Stel, je huis zit in de fik. Nou, hoeveel kinderen heb je ook weer? Twee, hè? Ja. Nou, die zijn veilig. Heb je nog huisdieren? Nee. Gelukkig. Je kan nog één keer terug, ingewikkeld in die natte handdoeken. Welke gitaar neem je mee? Lastig. Want je hebt nu die Smitty hierbij. Ja, ik heb de Smitty bij. Daar heb ik natuurlijk wel het meeste, denk ik. Ja, toch wel denk ik het meeste een band mee. Ik denk toch dat ik die mee zou nemen. Of mijn Martin D18 gitaar. Want daar ben ik ook wel erg fan van. Ja. Een hele fijne gitaar. En merk toch zeker bij akoestische gitaren dat je moet gewoon net juiste de klik hebben. En je kan ik had er volgens mij 3 op een rij gezet en dan moet je net daaruit eentje vinden. Prijs maakt dan niet eens zo uit, hè? Nee, klopt. Dat heb ik ook aan de lijf ondervonden. Ja. Ik vind eigenlijk de meest goedkope het lekkerst. Ja. Weet je wel? Ja. Speelt het fijnst, voelt het dichtst bij mijn sound en hoe ik dat hoor het liefst. Ja. Ja, bizar. Dus ik denk D18 misschien toch wel. Hoeveel gitaren gaan er dan in vlammen op?
Dat valt op zich wel mee volgens mij. Ik heb, denk dat ik een gitaartje of 6, 7 heb. Waarvan ik er 4 heb waar ik echt die ik regelmatig gebruik. Wat eigenlijk mijn hoofddingen zijn. Dus die Strat, dan heb ik een Smitty Telecaster. Ik heb een Gibson SG en dan een Maybach. Zo'n SG, of zo'n ES-model. Zo'n, dat heet de Capitol volgens mij bij hun. Maar dat is eigenlijk een ES-335. Ja. En dat zijn eigenlijk de 4 gitaren. Ja, dat zijn mijn hoofddingen. En dan heb ik nog mijn eerste elektrische gitaartje. En ik heb nog een basgitaar en nog een paar, ja, zeg maar, Niemendalletjes, om het zo maar te noemen. Ja, precies. Maar dat zijn wel echt mijn hoofdinstrumenten. Ik ben niet zo echt een verzamelaar. Nee. Daar heb ik ook nooit echt behoefte aan gehad. Van een instrument moet vooral gewoon goed klinken, moet goed werken. Ja. Ik heb wel eens 2, 3 Strats gehad. En dan merk ik dat ik blijf dan toch naar deze teruggrijpen elke keer. Ja. En dan staan die anderen een beetje stof te vangen. En denk van ja. Dat is ook zonde. Ja. Toch? Ja, begrijp ik heel goed. Ja. Goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar? Ja, ik denk dan toch wel een dure amp met een goedkope gitaar. Toch wel. Ja, omdat goedkope gitaren tegenwoordig toch best al oké zijn. En als je nog een gemiddelde Squire hebt of een instapmodel van misschien een Epiphone of zoiets. Zijn eigenlijk vaak wel prima gitaartjes. Er wordt iets bezuinigd vaak op de elektronica, misschien ook wel op het hout. Maar vaak moet ik zeggen dat ze best wel acceptabel klinken. En ik denk als je daar een goede versterker achter zet. Want het ding, dat is misschien wel een leuk verhaal. Ik had dus die Squire, dat was mijn eerste gitaar. En toen had ik een krantenwijk, dus ik heel veel kranten bezorgen. Ja. Om te sparen voor een echte Fender USA Strat. Ja, want er was een jongen bij mij op de middelbare school, die had zo'n ding. En dat, ja, dat was het summum, dat moest ik ook hebben. Dus ik gespaard, een jaar lang heel veel folders en kranten bezorgd. En naar de feedback weer gegaan en die Fender gekocht. En ik kom thuis en ik prik dat ding in mijnzelfde transistor 15 watt Sun versterkertje. Ja. Zonder reverb of niks. En dat klonk nog steeds even brak. Dat klonk natuurlijk helemaal nergens uit. Dus toen dacht ik van ja shit, dat zit hem helemaal niet in die gitaar. Ik heb een goede amp nodig. Ja, precies. Dus en uiteindelijk een andere vriend van mij, die had een hele mooie Marshall versterker. Dat was in die tijd de Valve State heette dat. Oh ja. En dat vond ik een waanzinnig ding. Ik denk, die moet ik hebben. Dus dat combootje. Combootje. Ja. En dus die heb ik toen uiteindelijk, of mijn oma toen een donatie heeft gedaan. En nou ja, van alle kanten bij elkaar geschraapt en dat ding gekocht. Ja, en toen was het een goede combinatie. Dus die versterken, ja, dat is voor mijn gevoel toch echt wel de belangrijkste factor. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Je mag de rest van je leven alleen nog maar fingerpicking spelen of alleen nog maar slag? Ja, dan denk ik toch wel alleen maar slag. Het is, naar mijn idee, is het toch een energieding. Wat je met slag gewoon, kan je van heel klein naar super hard. En zonder dat je je vingers openhaalt of wat dan ook. En fingerpicking, dat blijft altijd een precair ding. Het blijft altijd, ik merk dat het vooral live altijd lastig is. Hè? Als je speelt in een rumoerige ruimte of zo, dan wordt het al heel snel lastig om jezelf, om goede definitie te houden, zeg maar. Terwijl met strumming kan je jezelf altijd horen. Het is altijd gewoon, prikt altijd door de mix heen en zo. Ja. Dus ja. Favoriete mic om een akoestische gitaar mee op te nemen? Ik heb ooit die, dat heet volgens mij Shoups CM6 met een specifieke capsule erop. Ja. In een studio gehad waar ik opnam. En dat is de allermooiste mic-combinatie. Gewoon 2 van die mics op zo'n dingetje dat ze precies, geloof ik, 17 centimeter of zo uit elkaar staan. Dan heb je heel mooi, qua fase schijnt dat heel goed te zijn. En dat klonk zo mooi. Dat was echt het meest realistische akoestische geluid wat ik ooit gehoord heb. Dat zijn mijn favoriete mics, maar die zijn geloof ik iets van €2000 per stuk, dacht ik, die dingen. Dus die heb ik helaas niet in mijn collectie. Nee. Maar ik heb wel zo'n Neumann, zo'n KM184. Ja. En ik heb zelfs een van Rode heb ik een mic, volgens mij een iets duurdere dan die NT1. Ik weet even niet precies welke, maar die gebruik ik ook nog wel eens, gewoon zo'n groot membraan. Dus het maakt me ook in die zin weer niet zo heel veel uit. Ik heb zelfs wel eens met een SM57 opgenomen en dat klonk eigenlijk ook maar nog net wat het nodig heeft. Ja. Toch? Vind ik ook. En de plaatsing is vooral heel belangrijk. Het is gewoon echt op de goede plek. Ik denk dat je ook instinctief vaak de juiste mic pakt als je weet wat mics doen. Hè? Ja. Dan ik denk er ook nooit zoveel over na. Ik pak nu een ribbon of ik pak nu. Wat heeft het liedje nodig? Ja, absoluut. En wat voor partij is het? Een partij die heel dragend is en die begin je in je eentje op gitaar, dan ga je een andere mic neerzetten dan wanneer je in een heel arrangement gitaar opneemt. Dan, top. Ja. Niels, dit was het. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. Was leuk. Was te gek. Ja, nee, dankjewel. En voor de mensen thuis, we gaan achter de betaalmuur nog eventjes door. Wil je meekijken, dan moet je even lid worden. Grote of kleine gitaarvriend word je via petje.af/edstruilaert. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende Gitaarman op de podcast.